Hallo kijkers van de Online Garage, welkom bij de al eerder aangekondigde Q&A. Nou, de Q&A gaat over question en answer, zoals ik ook in de aankondigingsvideo heb uitgelegd. Nou, wat ik dus hier op mijn telefoon heb, zijn de YouTube comments die ik heb gekregen op de aankondigingsvideo. Nou, daar hebben jullie allemaal vragen achtergelaten, heel origineel, ik heb een hoop leuke vragen gezien. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Ik heb een beetje volgorde uitgekozen, dat van een logische volgorde. Dus ik begin met een hele simpele vraag die door mijn zusje is gesteld. Dat is, hoe heet je en hoe oud ben je? Nou, dat is, mijn zusje stelt dat omdat ze het raar vindt dat ik dat nog niet eens aan jullie heb verteld. Nou, ik heet Anne, aangenaam kennis te maken. Nou, ik ben 16 jaar en nu zul je misschien denken, nou Anne, nou, dat is een meisjesnaam, nou, dat hoor ik vaker, maar in Friesland, waar mijn vader vandaan komt, is Anne gewoon een jongensnaam. Dan heb ik nog een vraag, die heb ik van mijn moeder gekregen. Nou, de hele familie die doet dus ook blijkbaar mee met vragen stellen. En dat is, ik zal het even letterlijk voorlezen, want het is best wel wat. Wat is de reden dat jij zo... Ja, ik kan het zo goed lezen. Wat is de reden dat jij zo van jij... Oh, ik zei dat ik niet goed kon lezen, maar het is gewoon fout getypt. Dus er staat dit, hè. Wat is de reden dat jij zo van jij van de oude type auto's houdt? Ik dacht, ik lees helemaal fout, maar het is gewoon helemaal fout. En mijn moeder zit altijd van, oh, je schrijft het fout. Nou, ze schrijft eigen reactie fout. Oké, dus... Het zal ik wel even goed voorlezen. Wat is de reden dat jij van oudere types auto houdt? Vind je de huidige types auto minder goed qua motorprestaties? Nou, dat is een hele goede vraag namelijk. Want zoals iedereen misschien wel weet, ik hou van wat oudere types auto's. Zoals de Subaru WRX, misschien wel STI uit 2004. Nou, dat is dus redelijk oud. Maar dat komt dus omdat de nieuwere auto's, hè, die zijn allemaal gericht op zuinigheid... En goedkoop en zo. Maar vroeger was het wat ruwer, weet je wel. De motor was gewoon een motor. En nu is het meer een soort van motor met computerdingen. Nou, dat vind ik dus veel beter aan oude auto's. Die motor is gewoon een motor. En niks meer. Gewoon een motor. Nou, ook is het zo dat nieuwere auto's natuurlijk veel duurder zijn. Voor een oude WRX STI uit 2004, zoals ik al eerder zei... Die kost ongeveer, nou, laat ik zeggen, 12.000 euro als je een redelijke vindt op bijvoorbeeld een tweedehands auto-site. Nou, een nieuwe WRX STI, die kost gewoon 80.000. Nou, waarom zou je dat doen? Als je de nieuwe, dan kun je niet echt mee door de modder rijden en zo, want als je die vies maakt, dat is allemaal zonde, weet je wel. Je kan beter een oude auto nemen. Ook moet daarbij komen dat ik oude auto's er gewoon mooier uit vind zien. De auto's van nu, die zijn allemaal zo ja, ik weet niet. Ze hebben zo hoekig en zo, maar sommige auto's gewoon van vroeger, die zijn gewoon simpeler. De volgende vraag zijn eigenlijk meerdere vragen. Die zijn van Julian van den Bergen. Die heeft ook gevraagd of er een Q&A kon komen, dus die komt er, hè. Want dat zien jullie. Die heeft dus ook gevraagd om de Q&A en die heeft dus ook meerdere vragen achtergelaten. Nou, ik ga ze allemaal beantwoorden. Welke auto hebben je ouders? Dat is een Subaru Dat is een Peugeot 3008. Nou, dat is echt een lelijke ronde ding en ik noem het zelf een rijdende pepernoot. Hier zien we het, ook in deze kleur. Vandaar rijdende pepernoot. Heb je ooit zelf gereden? Nou, nee, maar ik wel eens, geloof ik, op mijn vaders schoot en ook dan het stuur een beetje deed. Maar dat kun je niet... Acht autorijden noemen. Toen was ik ook nog echt 6 jaar jonger dan ik nu ben of zo. En laatst werd me wel aangeboden om een keer een proefrijles te nemen. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan omdat ik bang was dat ik aan allerlei dingen vast zat. Ook Julian van den Bergen vraagt, wat zou jouw eerste auto zijn? Realistisch. Dus ja, ik kan nu wel zeggen, oh, het is Subaru. Nou, dat heb ik al 100 keer gezegd. Maar dat zou dus zijn een Miata, oftewel een MX-5. Van de eerste generatie natuurlijk met die klaplampjes. Anders dan gaat het niet door. En dan nog een vraag. Is dubbele of enkele uitlaat? Nou, dat ligt eraan aan wat voor motor. Stel dat je hebt een boxermotor. Dus dan heb je aan twee kanten cilinders. Dan zou ik een dubbele uitlaat nemen. Want dan heb je aan twee kanten cilinders en dan komt het er zo uit, weet je wel. Maar stel je hebt een turbo. Stel je hebt één turbo, neem je... 1 uitlaat. Stel je hebt 2 turbo's, neem je 2 uitlaten.
Stel je hebt een V8 motor, dan heb je dus ook aan twee kanten cilinders en dus ook twee uitlaten. Maar natuurlijk kan je ook gewoon op een 1 turbo motor twee uitlaten doen. Dan split je ze gewoon uit elkaar. Maar dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon voor één uitlaat gaan met een grote diameter zodat er veel lucht doorheen kan. Miata of Honda S2000? Hij schrijft het als S2K, want 2K is eigenlijk 2000. Nou, dat is een goede vraag. Als ik het geld zeg maar niet mee zou tellen, dan zou ik voor de S2000 gaan. Maar als je een beetje een redelijke S2000 wil hebben, die kosten best wel veel nog. Maar als het gewoon gaat om niet als eerste auto, dan zou ik zeker voor de Honda S2000 gaan, because VTEC. STI of Evo? Nou, dat is natuurlijk Subaru of Mitsubishi. Nou, dat is een hele moeilijke. Even denken. Subaru. Toch heb ik niks tegen Mitsubishi, hoor. Nog steeds zijn we bij de vragen van Julian van den Bergen. Hij vraagt ook driften of normaal racen. Nou, dat is best een goeie. Kijk, op zich driften lijkt me echt geweldig. Weet je, je zit er helemaal in, weet je wel. Maar racen lijkt me ook wel leuk. Want je moet echt zo perfect die bochten nemen. Maar toch zou ik voor driften gaan. Want drift ziet er gewoon cool uit en het lijkt me gewoon heel leuk. En als rally ook een optie was, zou ik rally doen. Want dat is een beetje een combinatie tussen racen en driften. Want meestal glij je wel een beetje door die modder en zo. Dat lijkt me wel het beste. Jordi Prik die vraagt of ik een wankelmotor kan gaan uitleggen. Nou, dat ga ik natuurlijk niet in deze video uitleggen. Dan wordt hij nog langer als dat hij nu al is. Maar er komt zeker binnenkort een video over. Dit zal wel even duren aangezien de wankelmotor best nog een lastig onderwerp is om uit te leggen. Geert van Leeuwen die stelt zijn vraag heel uitgebreid. Die zegt helemaal zo van, ha, de online garage. Ten eerste, interessant filmpje. Nou, bedankt. Mijn vraag voor de Q&A. Hoe lang in kilometers of jaren denk je dat de accu's van een Toyota Prius meegaan? Nou, dat ligt er wel aan of de Prius veel rijdt of minder rijdt. Want dan gaat het om kilometers en niet om jaren. Ook gaat het denk ik om de temperatuur. Want als er de hele tijd heel warm die batterijen zijn, dat kan ook niet goed zijn. Toch denk ik niet dat de Toyota Prius de 300.000 kilometer gaat halen. Je kunt natuurlijk wel altijd de batterijen vervangen. Of de hele motor. De volgende vraag is van Campy Drift. Hij vraagt wat ik van de pro-drifter Kevin Hof vind. Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik kende hem nog niet. Maar ik heb het even gegoogeld en het ziet er gewoon goed uit. Toch ben ik meer van de populaire zoals Mad Mike en Ken Block. En hij vraagt ook of ik Team Tsui zo ken. Nee. Niet van gehoord, maar ik ga het googlen na deze Q&A. Ik noemde hem net wel Campy Drift, maar hij heet Korne. En dan vraagt Ezra Wieringa wat mijn favoriete racegame is. Ik speel niet echt veel racegames omdat mijn computer niet echt goede graphics aan kan, maar ik speel wel de gratis race simulator Race Room, die ik jullie ook zeker kan gaan aanraden. Binnenkort ben ik wel van plan om Assetto Corsa te kopen en dat te gaan spelen. Dan vraagt Polster1899 of ik een relatie heb met iemand. Nee, ik heb geen relatie met iemand. Ik focus me liever op auto's. Niet dat ik een relatie met auto's wil of zo. Polster1899 die vraagt ook wat is het hardste dat je hebt gereden in je leven? Nou, hij zegt niet in een auto, want dat is niet zo snel. Want ik ben meestal afhankelijk van mijn ouders en die rijden niet zo snel. Maar toen heb ik even verder gedacht en toen dacht ik als een vliegtuig gaat opstijgen of gaat landen, dan rijdt hij toch. En dat gaat waarschijnlijk snel, dus ik denk dat dat het is. En als je auto bedoelde, dan zal dat waarschijnlijk niet hoger zijn dan 150 misschien? Dan vraagt Twan, wat is je eerste realistische auto? Nou, dat heb ik al eerder beantwoord, dat is een Mazda MX-5 Miata. Wow, dat kwam er raar uit met die klaplampjes. Ook vraagt Twan of ik liever een BMW M5 E60 of een C63 AMG. Nou, dat is dus eigenlijk de BMW of Mercedes kwestie. En dan ga ik toch voor de BMW M5 E90. Ook vraagt hij wat ik van de Honda S2000 vind. Nou, die hebben we ook al een beetje eerder behandeld in deze video. Nou, ik vind de Honda S2000 echt geweldig. Want je ziet die gladde motorkap, weet je wel, dat is echt gaaf. En hij heeft ook een goede VTEC natuurlijk. Dan vraagt Ruben de Visser, wat vind je van de BMW M5 Dynamstroker?
Volgens mij ben jij ook degene die dat mij al eerder op had gewezen. Toen heb ik het even opgezocht. Heb ik een paar filmpjes over het geluid opgezocht. Nou, die auto die klinkt geweldig. Hier heb je een kort fragment. Ja, dat is gewoon geweldig. Ik denk wel dat dat heel wat kost. Dus ik denk niet dat dat wat voor mij is. Ik hou het liever bij Subaru. Dan vraagt Hugo Eleri of ik wat kan opzoeken over auto-evenementen in Nederland. Nou, dat zou ik zeker doen. Dan maak ik straks een beetje een overzicht van alle evenementen die de komende maand of maanden in Nederland zijn. Dat komt ook. Vraagt hij of ik wat kan opzoeken over de nieuwe Volkswagen Up GTI. Daar heb ik zeker van gehoord en dat lijkt me echt een geweldige auto. Omdat hij natuurlijk zo klein is en als er een GTI-versie komt, krijgt hij natuurlijk een betere motor. Toch denk ik wel dat die auto veel te duur gaat worden voor wat die eigenlijk is. Maar daar komt ook nog een aparte video over. Vraagt Ruben de Visser, die hebben we al eerder gehad. Is de Toyota Prius je favoriete auto? Ik neem aan dat hij Prius bedoelt, maar de Toyota Prius is zeker mijn favoriete auto. Want het is natuurlijk goed voor het milieu. En goed voor de bomen. En goed voor alles. Nou ja, op zich, de Toyota Prius, je kan er een V8 in doen en dan kijkt iedereen je wel heel raar aan. Dat zou ik doen als ik gratis Toyota Prius kreeg. Dan heb ik ook nog een aantal vragen gekregen via Facebook. Allemaal van dezelfde persoon, van Chris Koppelmans. Hij vraagt, hou jij ook zo van Frikandellenfly? Nou, ik was eerst aan het denken van, ah, wat een grappen maken, Frikandellenfly, dat bestaat helemaal niet. Toen ging ik het googlen, toen dacht ik iets van Brabant te zien of zo, dat ze daar Frikandellenfly hadden. Nou, ik weet allemaal niet wat dat is, maar het lijkt me lekker. Een soort fly taart met frikandellen erin. Nou, geweldig. Hij vraagt ook wat voor auto ga je als eerst kopen, denk ik. Nou, dat is nog steeds de Mazda MX-5 Miata met de klaplampjes. En hij vond waarschijnlijk ook het stukje van de video van Japfest heel grappig. Nou, het circuit van Zandvoort. Dat ligt in Zandvoort. Hij wil dat ik dat nog een keer ga doen. Nou, daar komt het hoor. Vandaag ga ik naar circuit Zandvoort. Dat ligt in Zandvoort. Maar dat was dus heel vreemd in die video. Maar daarna ging iedereen nog lachen in de auto en dat zie je hier. Ook is er... Dat was nog een stukje achter de schermen. Dan vraagt Mike van Geffen via Kaartottel, waar ik dus ook op zit. Hij vraagt wat voor Volkswagen vind je het mooist? Nou, hij vindt de Volkswagen 6 het mooist en ik vind de Volkswagen Rabbit pick-up. Nou, wat denk je? Wat? Maar dat is een pick-up van Volkswagen en die ziet er gewoon zo recht en mooi uit. Die zal ik even in beeld laten komen. Ik geloof niet dat die heel populair is, maar ik vind hem echt geweldig. Dat was de Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is wel een beetje een lange video geworden, want ik wou graag al jullie vragen beantwoorden. Als jullie nou nog een vraag hebben, dan kunnen jullie die hier in de reacties stellen. En dan doe ik bij de volgende Q&A, kijk ik terug naar de reacties in deze video. Dan hoef ik niet nog een aankondigingsvideo te doen. Dus laat nu meteen maar gelijk je reactie achter onderin de reacties van deze video. Als je dan toch daar beneden in de reacties bent, druk dan gelijk op die abonneerknop. En ook op de like-knop. En dan zeg ik tot de volgende video, die deze keer weer niet volgende week is, maar al eerder, want ik maak meer video's, 3 per week. Tot de volgende video, dag!